Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa Bruin en misschien ken je mij van mijn gelijknamige YouTube kanaal Larissa Bruin. Zo niet, neem daar dan vooral ook eventjes een kijkje. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk eindelijk mijn balkon een makeover geven en dat compleet met jullie delen. Ik heb er heel veel zin in, dus ik hoop jullie ook. If zo, doe dan in ieder geval alvast je duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren op dit kanaal en ook eventjes op mijn kanaal. En dan denk ik dat ik maar eventjes moet beginnen met wat before. Beelden. En daarop zie je dat mijn balkon er op dit moment eigenlijk nog best wel boring uitziet. Ik heb mezelf beloofd om elke zomer weer iets leuks te doen met mijn balkon. En deze zomer is dat er echt nog niet van gekomen. Dus er staat een leuk bankje, maar die is nog veel te saai. En ik ben dus eigenlijk vooral op zoek naar wat producten om het mooi af te stylen. En zelf denk ik daarvoor aan wat boho items. Dat vind ik namelijk heel erg mooi. Dus een beetje beige-achtige. Het mag een beetje doorleefd zijn, maar het moet vooral ook iets warms uitstralen. Een beetje dat landelijke boho vibeje. Ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal in de winkel kan vinden. Dus laten we heel snel gaan kijken. Volgens mij ben ik letterlijk 10 minuten binnen. En ik heb echt nu al een mandje vol met spullen. Maar het zijn ook wel grote dingen die ik heb gehaald. Nog niet heb gehaald, maar waarschijnlijk gehalen. Alleen nu sta ik ineens bij de seizoensproducten. Dus outdoor. En dan kom ik eigenlijk nog veel meer dingen tegen. Zelf ben ik dus echt fan van lantaarns. Alleen niet alle lantaarns zijn natuurlijk geschikt voor buiten. Nou heb ik het geluk dat mijn balkon dus bedekt is. Dus ik denk dat het misschien nog wel kan. Dan zie ik bijvoorbeeld deze. Dat is een hele grote waar nog een kleine in zit. Die vind ik sowieso heel tof. Nou denk ik dat dit dus eigenlijk ook een lantaarn moet voorstellen. Maar dan met een nepplantje erin. En ik vind deze kussens dus ook echt prachtig. Die geven echt een beetje die boho vibes. Maar dan misschien de kleinere variant. Nu was ik dus van plan om voor de rest van mijn leven gewoon echte planten te gaan kopen. Maar ik vind dit er toch ook wel allemaal goed uitzien. En voor op het balkon is dit misschien net zo handig. En dan gaan we van before het winkelen ook even naar na het winkelen. En ineens staat het hier vol met tassen. Ik heb namelijk echt heel veel leuke dingen gevonden. En je ziet het misschien ook al een beetje. Er zit dus ook echt wel wat meubilair bij. En laten we daar maar meteen mee beginnen. Ik heb hier namelijk echt een super toffe kruk gevonden. Hij heeft echt dat heerlijke houtlookje. Die is van Teak. En deze is 19,95. Ik denk dat ik dit ga gebruiken als een tafeltje. Maar dat gaan jullie zo zien. Nou, dan vond ik dat nog niet genoeg meubilair. Dus ik heb ook een hele leuke wooden flower pop shelf gevonden. Ik zeg te veel in het Engels. Maar het komt dus neer op dit leuke kastje dat je hier ziet. En ik was al onderweg naar huis en toen dacht ik ineens, oké, hartstikke leuk. Maar hoe gaan we die in elkaar zetten? Waarschijnlijk moet ik dus ook nog alles in elkaar gaan boren. Maar goed, dat heb ik er wel voor over. Ik vraag me eerlijk gezegd ook al af of dat met duct tape zou kunnen, maar ik denk het niet. We gaan zien hoe ver ik kom. In ieder geval heb ik ook heel veel leuke dingetjes gevonden voor hierop. Ze hebben het hier op de foto namelijk met van die bloempotjes gedaan. En goed, jullie gaan zo zien hoe ik dat ga afstylen. En dit plantenrek kost €6,87. Dus voor zo'n volledig plantenrek, die je wel nog even in elkaar moet zetten, vind ik dat eigenlijk echt wel heel goedkoop. Dan gaan we door met deze tas. En daarin zitten eigenlijk meteen ook alweer twee van mijn favoriete producten. Eigenlijk weet ik helemaal niet wat mijn favoriet is, want alles bij elkaar gaat het waarschijnlijk pas echt shinen. Ik heb twee hele mooie kussens gevonden. En ik liet ze al eventjes zien in de winkel. Deze waren er ook in allerlei andere kleuren en ook in grotere formaten. Ik heb voor deze gekozen. Dat zijn kussens van 45 bij 45 centimeter. Zit ook nog zo'n leren hendel aan. Ja, dat geeft het nog meer dat hele boho lookje. Ook bijna industrieel, weet je wel. Dus dat vind ik echt heel tof. Je zou deze kussens ook gewoon voor binnen kunnen gebruiken. Maar ik ga ze dus wel buiten gebruiken. Kussens haal je toch uiteindelijk altijd wel naar binnen wanneer het gaat regenen. Dus dan kan dit buiten ook makkelijk. En deze kussens waren €4,99 per stuk. Dan gaan we door met deze enorme tas. En hier komt ook meteen weer een statement piece uit naar voren. Namelijk deze lantaarn. Ik zei het al, ik was ook echt op zoek naar een lantaarn. Nou weet ik niet helemaal zeker of deze dus ook echt voor buiten is. Maar ik denk dat het niet eens erg zou zijn als deze een beetje meer verweerd gaat raken. In ieder geval wel leuk dat er dus meteen een lampje in zit.
En hier kan dan dus een batterij in. En vervolgens kan je hem dan gewoon met het knopje aan en uitzetten. Echt super leuk vind ik deze. Hij heeft ook meteen een beetje dat authentieke of zo, weet je wel. Dus dat past helemaal bij mijn boho look. Deze lamp is €8,95. Nou, over boho gesproken, dan moet je natuurlijk ook goed kijken naar zoiets als kleedjes en kussentjes. Die had ik dus al gevonden. Zo vond ik dus ook dit kleedje. En dat is een macramé kleed die je in principe ook binnen kunt gebruiken. Maar ik ga hem dus over mijn andere kleed heen zetten. Dus dan ga ik ook nog een beetje stapelen. Dat vind ik echt helemaal passen binnen de vibes waar ik voor ga. En dit kleed is €5,95. Nou, ook helemaal binnen die stijl heb ik deze placemats gevonden. Maar die ga ik op een hele andere manier stylen. En dat zal je waarschijnlijk niet zien aankomen. Maar ik ga ze mogelijk ophangen. De placemats zijn €1,99 per stuk. Maar ik hou ze nog heel even in beeld. Want ze moeten concurreren met deze metal flower hangers. Ik weet namelijk nog niet of ik ze allebei wil gaan ophangen. Deze waren 68 cent per stuk. Dus nou ja, net iets meer dan €2 voor 3 stuks. Er zit zeg maar zo'n touwtje aan. Die kun je dus eventueel aan het plafond hangen. Ik heb natuurlijk een plafonnetje op mijn balkonnetje. Plafonnetje op mijn balkonnetje. Nou zei ik al dat ik eigenlijk tegenwoordig voor echte planten ga. Maar ja, zoals je hier achter mij ook kan zien, dat gaat niet altijd even goed. En voor buiten heb je natuurlijk ook wel echte buitenplanten nodig. Nou, weet je wat? Ik dacht, joh, we gaan het gewoon heel even proberen met nepplanten. Deze zien er echt super cute uit. Het moeten lavendelplantjes voorstellen. Deze zijn wel net te paars om lavendel te zijn, denk ik. Maar ze hadden die andere kleuren ook. Alleen ik vond dit dan toch weer mooier. Lang verhaal, kort. Plantjes, hartstikke leuk. En dat geeft toch altijd weer net wat meer sfeer. En deze zijn €1,99 per stuk. Daarnaast heb ik dan deze Funky Fruit geurdiffuser meegenomen. Ziet er heel gezellig uit en zal waarschijnlijk ook echt perfect staan op mijn krukje / tafeltje. En deze is €3,99. Dan heb ik hier een heerlijke geurkaars in een blik. En ja, er staat op bloem en hij ruikt ook heerlijk naar bloemen. Deze is €0,99. Dan heb ik nog een hele lekkere geurkaars. En deze ruikt naar Fresh Cotton. Ook dit is echt een pareltje. Hij ruikt heel lekker, maar ziet er ook heel chic uit. En ook deze is €0,99. Dan heb ik tot slot ook nog twee flesopeners meegenomen. Want je wilt natuurlijk wel gewoon helemaal in die tropische, gezellige, zomerse sferen blijven wanneer je vrienden uitnodigt. En ik vond deze zo leuk dat ik niet eens kon kiezen. Ik heb één cactusje. Voor iedereen die nu uit het oog is verloren wat het is. Dit is nog steeds een flesopener, maar dan in cactusvorm. En dit is ook een flesopener, maar dan in flamingo vorm. Ze hadden ook ananasjes en volgens mij nog iets van een vogeltje of zo. Zag er allemaal echt super cute uit. Maar ja, ik kon al niet kiezen, dus ik heb deze twee meegenomen. En deze waren allebei €0,79 per stuk. Nou, dan waren dat alle items die ik heb geshopt. Nu zijn jullie natuurlijk heel erg benieuwd, hoe gaat dat er dan uitzien op mijn balkon? Dan was dat alweer mijn volledige balkon makeover. Ik ben echt super blij met het resultaat. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En daarnaast ben ik ook wel benieuwd of jullie je balkon of tuin of wat voor buitenruimte dan ook al hebben aangepakt. En ook een makeover hebben gegeven. En zo ja, doe je dat dan elke zomer? Of voeg je af en toe gewoon wat kleins en leuks toe? Laat het even weten in de comments. Vergeet verder ook niet om even je duimpje omhoog te doen voor deze video. En natuurlijk te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Ook leuk als je mij even volgt op mijn kanaal, Larissa Bruin. En verder bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!